Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. In een groot deel van het land is het bewolkt en met name in het westen, noorden en midden van het land valt ook een tijd regen. In de loop van de ochtend gaat de meeste regen naar het noordoosten toe wegtrekken en dan vanmiddag volgt er opnieuw regen, maar dan vooral in het zuiden en oosten van het land. In het westen breekt dan af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 5 en 8 graden en er waait een matige en zeevrij krachtige of soms nog krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 6. Vanavond komen er een paar opklaringen voor. In het noorden daalt de temperatuur tot de graad of 2, in de rest van het land wordt het 3 tot 5 graden. Later op de avond en komende nacht gaat het opnieuw overal enige tijd regenen. Morgenochtend trekt de neerslag dan weg en breekt af en toe de zon door, maar later in de middag en in de avond wordt het weer bewolkt en volgt er opnieuw regen. Het wordt een graad of 8, en zeker woensdagavond gaat het ook flink waaien. In de nacht naar donderdag stormachtig aan de kust. Donderdag overdag neemt de wind weer wat af. Verder breekt dan geleidelijk aan de zon door en wordt het op de meeste plaatsen uiteindelijk wel droog, tot een graad of 9. Vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallig weer. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl